We hebben vanuit het Liniepadfestival samenwerking aangegaan met de VVV. Om eigenlijk het wandelproduct verder uit te breiden. En daar hebben we 4 linielandschapwandelingen gemaakt. Vanuit de hardware van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dus een rondje Bakkerskil, een rondje Fort Altena, een rondje Fort Giessen. En een wandeling vanuit Woudrichem naar Poederoijen en langs Slot Loevestein weer terug. En het is om mensen bekend te maken met het linielandschap, het open landschap waarin we hier wonen. En zit er ook verschil in de landschappen, in de wandelingen die jullie gedaan hebben, dat je in het ene landschap meer kon zien dan het andere? Ja, wat je ziet is eigenlijk dat aan deze kant heb je wat meer diversiteit. Hier loop je door bos, over een dijk, door het natuurgebied van Brabants landschap de Struikwaard. Vanuit Woudrichem loop je een stuk over het Munnikenland, dat is natuurlijk een hele nieuwe natuur. Je moet de paard niet alleen in de wei zetten. Het is een kuddedier, daar moet altijd iets bij zetten. We gaan een bokbier brouwen met hop uit de streek. Hop van, de hop van Altena? Onder andere, die zit er ook in. En hop van mijn broer, van Kostia. We gaan ook nog suikerbiet in. Dit zijn pannetjes, kijk. Het Duilsbos, dat is een soort natuurhistorisch centrum. We hebben een gebiedje met allerlei mooie beplanting, maar ook gebouwen, net als daar. We hebben een officiële veldkapel, we hebben een boerenhoek, we hebben een Duils Huske. Het is echt nostalgie, een soort mini-openluchtmuseum. Zeer de moeite waard om te kampen. Wat doen we hier? Maken we hier patat? Ja. Chips. Nou, we moeten de handdoek vasthouden, want daar legt hij op. Leg de chips daar. Oké. Okay. Chips daar. Lekker, ja, vind man. Maar dit jaar hebben we een behoorlijke grote groep vrijwilligers. We zijn met 85. Dus we hebben er ook een nieuw zoekgebied bij gekregen. En dat alles met elkaar heeft geresulteerd in 728 beschermde nesten. En in heel Nederland gaat het echt heel slecht met de weidevogels. Okay. Maar hier in het Land van Heus en Altena, door alle bereidwillige medewerking van alle partijen, gaat het gelukkig heel erg goed. Het is met metaaldetector hier op Fort Giessen muntjes zoeken. Je hebt gewoon een beetje onder een stukje hooi gestopt. En als ze een paar schijfjes gevonden hebben, dan krijgen ze een muntje. Dan mogen ze zelf uitzoeken. En mijn sleutels, hebben die al gevonden? Nee.